hebben Ruben en ik samen een huis gekocht. Wel echt bizar dat je zeg maar nu alles al aan het uitzoeken bent voor het huis dat pas over 2 jaar af is. Godzidori zeg. Weet je wat er in dit boekje staat? Allemaal mooie spulletjes zeg. Holy shit. Ga maar springen. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En Ja. Dit is toch wel een momentje, want ja, zeker weten. Zoals jullie aan de titel hebben gezien, hebben Ruben en ik samen een huis gekocht. Let's go, motherfucker! Lekker. Ja, we hebben samen een huis gekocht, nieuwbouw in Amsterdam-Noord. Het is pas over 2 jaar klaar en we hadden heel veel geluk, want we hadden ons ingeschreven dus voor het nieuwbouwproject. En toen waren we uitgeloot in eerste instantie. Mm-hmm. En toen op het laatste moment heeft iemand de woning zeg maar teruggegeven, die kon of de financiering niet rondkrijgen, Of die dacht van fuck it, ik hoef het niet hij meer. Hij zag er vanaf. Hij zag er vanaf, had er geen zin meer in. En toen werden wij gebeld en toen zeiden ze van hey, zijn jullie nog steeds geïnteresseerd in het huis? En toen zeiden we ja. En toen hebben we gewoon we hebben al getekend bij de makelaar, we moeten nog tekenen bij de notaris. Ja. Dus eigenlijk is alles al wel compleet rond, behalve inderdaad alleen nog het notaris dingetje. Dus, ja, en het huis uitkiezen wat we allemaal willen hebben. En we gaan het huis uitkiezen, dus straks in de volgende beelden. Nee, we gaan niet het huis uitkiezen. Wat dan? Het huis hebben we gekozen voor de inrichting. Oh, sorry. De keuken, de badkamer. Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een woning en we weten de plattegrond al hoe het er ongeveer een beetje uitziet. Dat komt nu in beeld. Wow, bizar. Nou, maar goed, het is meer gewoon nog een tekening. Maar we gaan straks in de volgende beeld naar Home Studio. En daar kon je zelf heel veel dingen kiezen waar je stroompunten komen. Je handgrepen, de deur, hoe hoog je toilet komt, gewoon echt zeg maar alle dingetjes, want alles vloer. Alles wordt nu nog gebouwd, dus nu kan je alles nog zeggen waar je wat wilt hebben, dus echt leuk, zo van Sims, in real life. Ja. Nou, laten we maar gaan jongens, in de volgende beelden zien jullie wat we allemaal hebben gekozen en wat we allemaal gaan doen. Let's go! Let's go! Nou jongens, dit is dus allemaal op schaal, dus alles waar je nu loopt klopt gewoon qua lijnen, zeg maar. Dus hier heb je de gang, en de berging en de tree. Oh ja, we kunnen niet door. Slaapkamer 2 en slaapkamer 1, alleen die komt er net niet helemaal op. En hier heb je nog een badkamer. Ideaal. Kijk, en hier heb je dus een schuifdeur en heb je zeg maar hier het balkon. En hier komen, hier, dit zijn ramen allemaal. Het is heel gek om het zo allemaal te zien, maar zo gaat het dus wel worden, jongens. Oh, wat grappig jongens. Ik kan gewoon zo doorheen lopen alvast. Het is wel echt leuk dat je zeg maar nu vooraf gewoon alles kan je kan alles verplaatsen zeg maar. Je kan een muurtje verplaatsen of je kan stopcontacten verplaatsen. Je kan nog heel veel zelf kiezen. Dus het is echt leuk dat je echt je eigen huis gaat bouwen. Een soort van Sims eigenlijk. Wel echt bizar dat je zeg maar nu alles al aan het uitzoeken bent voor het huis dat pas over 2 jaar af is. En nou, wat ik dus al had uitgelegd, Ruben en ik hebben het samen gekocht. Alleen, het wordt nog de vraag of we er samen gaan wonen of dat een van de twee erin gaat wonen. Dat weten we nog niet, maar we gaan eerst gewoon alles uitzoeken. Heb je allemaal soorten deuren, kun je een deur kiezen met glas of je doet hem zo of je doet hem zo. Keuze zat! Nou jongens, dit is voor de hoogte van het toilet. Rup, voelt dit comfortabel als je moet scheiden? Is dat wel een bril? Dit is met bril. Ja, dan is het ook goed. Ja, dit is perfect toch? Ja. Want volgens mij hebben we dit nu ook. Kijk, je kan dus zeg maar die hoogte kiezen van hoe hoog je dus zeg maar wilt zitten. Nou jongens, ik kan niet gaan zeiken dat als het huis straks over 2 jaar af is, dat het niet naar mijn smaak is. Want Ruben en ik mogen alles zelf kiezen, maar echt alles. Kijk jongens, zo'n deur vind ik dus echt heel erg mooi. Kijk, als je dan zeg maar zo'n deur hebt en dat daar de gang is en hier de woonkamer, zo wordt het dus een beetje ongeveer. Maar dit vind ik wel een mooie deur. Staal, met glas. We zijn nu bezig met de badkamer uitzoeken en gelukkig kan Pa het ook allemaal intekenen. Maar kijk. Hier kun je dus alle soorten dingetjes kiezen, maar waarschijnlijk, ja nou, we hebben zeg maar nu dit gekozen. We twijfelden ook nog over deze, maar ik vind dit echt veel mooier. Jongens, het is tijd voor de keuken. Zo hoort ongeveer de keuken. En nu zijn we alles aan het uitzoeken. Wow. Kijk jongens, dit wordt dus dan waarschijnlijk het blad. Of marmer wit of marmer zwart. Alleen, we twijfelen nu een beetje over deze kleur. Dit is deze kleur of deze kleur. Als ik zeg maar voor die kastjes zeg maar. Het is wat hè jongens. Zoveel keus. Zoveel keus. De keuze is reuze. Dat je hout doet. Een houtlook hebt. Dit is ook wel vet. Dit is inderdaad houtlook. Hey Ruud, dit is ook wel vet. Zo, ik moet me trouwens gaan scheren jongens. Niet normaal. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n grote baard gehad. Yeah, begin volwassen te worden. Nou Ruud, ik denk dat we wel een aardig huis krijgen. Ik denk het ook wel.
Maar goed. Ik moet zeggen, het is nog best wel vermoeiend. Dus het is heel nadenken, echt... keuzesmaken, luisteren, afmetingen. We waren al sinds vanochtend 9 uur en ik ben inderdaad gewoon kapot. Maar jongens, we krijgen echt zo'n dik huis. Ja, en we moeten straks nog steeds een schaak gaan spelen wie iedereen gaat wonen. Ik, of samen. Hallo! Zoals jullie vorige keer zagen waren wij bij Home Studios. Dus bij zeg maar de ontwikkelaar zelf. En dan kan je dus al, wat ik al zei, je handvaten kiezen. De deuren, de ramen, de keuken, de badkamer. Maar vandaag gaan we ook richting Saïd. Om te checken of hij misschien iets leuks kan doen met de badkamer. Dus daar gaan we zo heen. En vandaag is het fantastisch weer. En dan weten jullie, dan ben ik... Vrolijk! Klopt! Het is zo raar en leuk tegelijk dat je zeg maar nu al dingen gaat uitzoeken voor een huis wat pas over 2 jaar klaar is. Maar jongens, ik heb er zoveel zin in. Het wordt echt zo dik. Mijn pa die staat nu beneden, want die gaat gezellig mee. Want die weet gewoon heel veel van interieur en styling. Want hij doet zelf kantoorinrichting. Dus die kan er heel goed bij helpen. Dus die staat beneden en dan gaan we richting Sable, de tegeldepot. Let's go! Jongens, daar zijn we. En pa gaat weer gezellig mee uitzoeken voor de badkamertje. Vorige keer natuurlijk bij Home Studio gekeken. Maar eventjes kijken wat Seed voor ons kan doen. Is leuk jongens, kunnen een beetje tegeltjes kijken en zo. Dan gaan we. Je hebt wel genoeg tegels denk ik, ja, toch? Ja, ik denk alles wel... tegelijk. Ja, oh je doet alles tegelijk. Oh wat leuk. Dat is top toch? Ja, het is helemaal goed. Ik ga even een badkamertje voor jou fixen. Ja, ik ben benieuwd. We hadden dat vorige keer, had ik net ook al verteld. We hebben al een beetje gekeken naar badkamer, maar ik weet het allemaal niet. Moet, het is allemaal lastig. Ik ga allemaal tegeltjes, jongens. Dat is genoeg. Godzidori zeg. Weet je wat er in dit boekje staat? Allemaal mooie spulletjes mooi, zeg. Holy shit. Het gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren, jongens. Ik zou altijd tegen zien, ik begin gewoon volwassen te worden. Ik begin gewoon een jongen te zijn die een badkamer moet uitzoeken. Dat is maar, niet normaal, hè? Het gaat pas over 2 jaar. Over 2 jaar is het. 2 jaar. Dus je bent wel op tijd. Ja, maar het voelt ook weer zo over kut dat je zeg maar nu al dingen aan het uitzoeken bent. En dat het zeg maar over 2 jaar pas dat je dat echt. Ja, dat is naar. Maar toen de nieuwbouw is, hè? Dat wel. Dus, dat ja. Wel. Maar goed jongens, we hebben echt hele mooie dingetjes uitgezocht. Maar jullie gaan het allemaal over 2 jaar zien. Ja, tegeldepot. Voor al je sanitaire spulletjes. Ga het opzoeken. Ja, pa, ik moet zeggen, dat heeft hij goed gefixt, die gek. Zeker. Nou jongens, voorlopig zitten we hier nog, want het is pas over 2 jaar klaar. Maar we hebben een nieuwe bewoner, namelijk Willem. Wat? Huh? Ja, ik ben heel even benieuwd, oké. We hebben een nieuwe bewoner, namelijk... Sam Postema. Nee? Jawel, maar je wijst naar mij, alsof ik dat ben. En dan zei je, ja, moet je dan zeggen. Ja, ik ben er helemaal niet enthousiast over. Oké, nou goed. Nee, jongens, zonder dolle. Geen 16 hoor. Sam, was ook een grapje. Sam is hier komen wonen. Wat gezellig. We gaan even aan... Hé, hey, huh? Ewa, Matta! Hey! Hé hey, jongen, hoe is ie? Goed, goed, maar je moet wel even beter op je sleutels letten, maar. Want nu is ik had je hele woning kunnen leegroven vanuit. Hé, hey, ouwe! Ik zag dat je daar klas van. Oh jongens, moet je eens even kijken. Ja, dit is een gedoe. Het is, ja, is het lastig allemaal? Ja, je moet opeens alles gaan inrichten zo, hè? Nou lekker, wat? Je zo bijna op het balkon flitter. Wat? Ja, dat kastje, jongen. Hoezo? Oh, jullie hebben wel een aircootje. Fucking chill. Jezus jongens, wat een troep hier nog. Maar goed, ja, ze zijn echt net komen wonen, maar wel hartstikke gezellig. Ja, ik weet zeker dat als je dit voor een chick doet, dat je 100% raakt. Ja. Hey, wat zie jij er zomers uit? Moet je eens even kijken, wat een leuke tas en een leuk jurkje en daaronder een mooie bikini, want we gaan op de... Boot! Yay! We gaan net als vorige keer met de boot van Joris gezellig varen met z'n allen. Ruben gaat niet mee, Amber gaat deze keer ook niet mee, maar deze keer ga jij mee, want vorige keer was jij niet mee. Nee. Nou jongens, het is echt fantastisch. Springen van de boot, jongen. Salto's maken. Ja, springen van de boot. Ga je... Oh ja, je durft niet te zwemmen. Durf je daar ook niet te zwemmen? Nee. Waarom niet? Nou, we komen niet snel de boot op als er iets is. Er komen meervallen allemaal daar, hè? Van die hele grote vissen. Ja. Van die grote meervallen. We mogen even extra bang maken, joh. Nee. En dat is een beetje bang voor water, maar goed. Had je dat ook op het zand, had je dat gevoeld? Nee. Weet ik niet. Nee. Nee. Maar ik heb mijn waterschoen ook niet mee, hè? Dus nu kan ik niet zo goed zien. Het is echt schattig. Ella die heeft van die waterschoentjes, voor als ze de zee in gaat. En we zijn vorige keer in Nederland de zee in geweest. Kwam er precies een kwal. Waar, helemaal in paniek.
Ja, oké, okay, het was wel een grote kwal. Maar schat, we gaan straks naar Kreta. Oh, dat heb ik ook nog niet verteld, maar we hebben een vakantie geboekt. We gaan naar Kreta. Durf je daar wel te zwemmen? En snorkelen? Met de waterschoenen. Met de waterschoenen! Goed, wij gaan nog eventjes een paar coronaatjes halen voor op de boot. En dan... En een rozeetje. En dan gaan we lekker naar de boot, jongens. Ik heb er zin in. Ik heb zin in om lekker te gaan zwemmen. Ja, heerlijk. Lekker zwemmen met een meervallen en visjes die aan je, dan, die aan je voet gaan knabbelen. Niet in. Zit ik elke keer leuk in de vlog te vertellen van hey, ik heb een nieuwe zonnebril gehaald, besmet optiek. Neem ik hem niet mee. Terwijl het echt het zonnetje fantastisch schijnt op het water. Ja, Ella heeft hem wel op. Ik moet zeggen, staat je wel echt goed. Ja, daar ben ik ook echt blij mee. Ja, mooi zo. Oh, jongens, het is warm vandaag. Daar zijn we weer. Ja, zo, die is wel heel eng. Ik vind het zo eng. Dit gaat perfect. Ik heb nog geen fouten gezien. Ja, ik ga er echt in hoor. Hier, het gaat gewoon perfect dit joh. Hey! Kom maar jongen. Wim. Wim. Je Apple Watch. Stomme lul. Vaar weg. Ja, ik wil ook zwemmen, maar ik heb me net ingesmeerd. Ja joh. Nou, hup. Gewoon, het is een heel groot zwembad. Het is een heel groot zwembad. Gewoon een fucking groot zwembad. Jongens, kom je redden. Nou, hup, ga nou eens. A few moments later. Ella is het water in. Kijk. Leuk, hè? Met een biertje bij. Mannen, proost. Ella is van watervrees naar verslaafd aan water. Want nu wil ze zwemmen. Ga maar springen. Doe maar je mond en Helemaal nat. We zijn nog steeds aan het varen en we waren aan het varen en opeens zagen we twee mensen in het water liggen. Het waren Amber en Ruben. En toen zeiden we van ja, kom maar aan boord. Toch? Ja. Waarom wouden we eigenlijk met z'n tweeën zwemmen? Hoezo wouden we met z'n tweeën hier gewoon random zwemmen? Ja, nou heel toevallig. We kwamen ze gewoon tegen toevallig. Nee, grapje jongens, we hebben ze gewoon even opgehaald. Nou, en Ella wil nu alleen maar zwemmen. Eerst wil ze nooit het water in ieder geval. Ja, duik nee, even. Nee. Dat kan ik niet. Nou, nice, shit. Yeah. Ja. Ja. Normaal heeft ze waterschoentjes aan. Echt van eerst bijna huilen. Ja. Nou jongens, we zijn de boot af. We zijn lekker gezond aan het eten. Heerlijk in het zonnetje. Wat doe jij nou? Ja, dat kan ik toch niet eten joh. Hey. Ga nou echt doorsnijden. Gekkerd. Doe maar alsof. Dit was alweer het einde van de video. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie. Straks weer. Yes. Later.